2 maanden, 3 ducttape-boten, honderden euro's en veel nieuwe kijkers verder. En de dag is aangebroken. De tewaterlating van de boot was het waard, al dat gekloot. De dag is aangebroken. Spannend. Oké, dat klonk misschien niet zo enthousiast, maar dat ben ik wel. Ik heb een berekening gemaakt van hoeveel dit duct tape bootproject mij in totaal gekost heeft. 1073 eupies. Maar dan heb je wel je eigen boot met binnencabine, zitjes, stuur, alles erom en eraan. Voordat ik jullie ga meenemen in een tour door dit ding die af is, moet die eerst even recht worden neergelegd en de motor moet erop en het raam. En op zich kan het hier ook wel even opgeruimd worden. Het is hier een pleurisbende. Daar staat hij dan, jongens. Mijn praaltje, mijn leven. Ik denk dat het dus hoog tijd is voor een POV tour. Oh, ik heb trouwens nog geen naam voor de duct tape boot. Laat ze maar achter. Toma. Yes, man. Nou, we beginnen bij de achterkant. Hier zou normaal de motor moeten hangen. Je ziet hier ook de touwtjes die vervolgens naar het stuur lopen. Ja, ik doe alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat we een stuur hebben op de duct tape boot. Nou goed jongens, entree. Ouch. Ik doe het zo via de bank die ik in de vorige aflevering nog even snel erop heb gemaakt. Ja, want ik vond de stoeltjes maar saai. Toch heb ik dit stoeltje denk ik nog nodig. Zo neerzetten. Dan kan ik lekker daar gaan zitten, sturen. Uitkijken over hopelijk de rivier en niet de bodem van de rivier. Toma. Ja, ik weet dus inderdaad nog niet zeker of dit ding überhaupt drijft. Ik moet me natuurlijk aan mijn belofte houden. Als dit ding niet drijft, dames en heren, dan verwijder ik mijn YouTube-kanaal. Ik zeg het bij deze. Ja, ik zal niks zeggen. Nou, dan is dit dus het dashboard van de boot. We hebben een dashboard. Er staat nu alleen een plantje op. Er zou eigenlijk zo'n ja-knikkend Hawaiiaans poppetje op moeten zitten, maar die heb ik niet. Nou jongens, welkom in het binnengedeelte. Kijk, ik had verwacht dat het ver zou komen, maar een binnengedeelte, niet in elke duct tape boot heb je een binnengedeelte. Kijk eens jongens, we hebben ook een raampje naar de buitenwereld hier. Like de video. Straks zie je de rivier voorbij razen hopelijk. Oof, wat een leven. Ik heb gewoon helemaal geen speedboat meer nodig, joh. De hele zomer ga je me op de Maas op dit ding zien. Let's go. Ja, nu is het natuurlijk zo dat dit ding 300 kilo weegt. Ik heb een beetje te zwaar hout gebruikt. Dus er was wel een heel plan nodig om dit ding bij het water te gaan krijgen. Ik heb nog geen idee of het plan gaat werken. Dat zien we zo. Willen wij die boot rollen op die fijne wieletjes, dan moet en zal dat ingedukte gras wel even bedekt worden. Fuck aan motor. En ja, dit ding is een probleem. Ik ben zo slim. Dit poortje is 90 centimeter breed. En hoe hoog maak ik de boot? 95 centimeter. Over een 3 kwartier komt het volk. Dus hopelijk krijgen we met die 5 mensen het hele gevaarte over dit hek heen getild. Dat is het plan. Geniaal. Oh, als dit ding niet drijft, jongen, dan word ik toch zo boos, joh.
beelden. Schroo is trouwens ook in de house. Hey. Zo. Oké, ik moet tanken. Ik moet nog een tunnel maken. En binnen 10 minuten staat iedereen voor de deur. Nice. Rood. Op. Merchandise, nog steeds, theteaswinkel.nl. In ieder geval, de till helpers en chillers zijn ook gekomen. De trailer staat al voor de deur. Fuck, het gaat gewoon gebeuren, joh. Veel te lang naar dit moment toegewerkt en het gaat nu gebeuren. Ik ben heel benieuwd of dit allemaal vlekkeloos gaat lopen. Laten we het hopen. Nou jongens, dit is stap 1. Hij staat nu op de tafel. Nu moet hij nog iets hoger over het hek, de trailer op. Niet kapot gaan, jongen. Yo, yo! Oh, man. Hey jongens, hij is er nog! What the fuck? Hey, dat was echt te doen! Ja. Sorry, ik vond het een hekje. Ik kan drongen, dat is wel leuk. Yes. Hij staat nu wel hier midden op. Hij staat er weer op. Hij ligt gewoon op de trailer, jongens. Het enige wat we nu nog hoeven te doen is naar de haven gaan. Tuur, jongen, vertrouwen erin. Ik vertrouw er wel in, maar wat een bakbeest is het toch? Het is echt een bakbeest, hè? Op naar de haven. Dan mag er wel een wat iets enthousiaster muziekje op, jongen. Hey jong! Ah! Hey! Ah! Manke toch? Daar gaat hij, jongens. Jongens, we zijn in de haven. Ik heb het hier wel gemist, moet ik zeggen. Binnenkort begint het vaarseizoen weer. Mogelijk misschien een nieuwe... Ja, ik zeg nog niet. Ik moet zeggen, jongens, tot nu toe gaat het heel vlekkeloos. Laten we hopen dat het zo blijft. En laten we ook hopen dat die k-motor start na 2 jaar lang stilstaan. Dit is hem nou, jongens. De boothelling, waar het allemaal op gaat gebeuren. Echo! Ho! Ha! Wow, yo. We gaan hem zo meteen hier naar beneden rollen, maar daar beneden is wel een probleempje. Het zal toch eens niet, joh. Er zit een aardig karige inham in de helling, waardoor het naar beneden rolproces een beetje lastig wordt. Dus ja, we moeten de trailer denk ik tot hier neerzetten en dan maar dragen. En dan is er water. Mij moet ik gewoon minder lullen. Even de motor nog testen en dan kunnen we gewoon gaan varen. Of zinken. Eén van de twee. Wat denken jullie? Laat het nu eventjes weten in de comments. Ik ben best zenuwachtig. Oh, die doet het nog wel, denk ik. Oh. Ja, ja. Ik zag de bui al hangen, hoor. 2 maanden gewerkt naar dit moment en dan start die motor niet. Yes. Oh. Hij doet het, pik! Vaar met die kiet! Het grote moment is nu, jongens. Het gaat nu blijken of dit ding drijft. Laten we gaan checken en like de video en abonneer op mijn kanaal, pik. Hey, draai! Oh,
Man! Hoi! En hij zakt gewoon letterlijk zo ver het water in. We gaan hem nu daar naar dat dokje verplaatsen. Motortje eraan. En varen maar. Oh, hij drijft als een zonnetje. Maat, jongens, kijk eens wat een aanzicht. Het klopt gewoon. Hey, duct tape boat, het is nog stabiel ook, joh. Ik denk dat het maar eens langzaam tijd wordt om de eerste passagier... Pak het touw! Met z'n... Wat de f***, ik. Hé, en ik zie nog geen druppeltje. Oké, jongens, ik wil eventjes één dingetje doen nu die in het water ligt. En dat is naar binnen gaan. Check dit! Dat is nog eens een uitzichtje, of niet? Godverdomme! Nou, kijk jongens, het is niet de bedoeling dat dit zo ging, maar... Wow! Kijk hoe ik erbij zit, joh. Motortje eraan en ga met die banaan. De boot. No. Beetje wrikwerk was nodig. Godverdomme, Grim. Hij past net niet. En hou je vieze gedachten ook maar thuis. Het stuursysteempje zit erop. We gaan eens even kijken of het een beetje stuurt. Oh. Jongens. Ik voel me net zo'n illegale professor die hier en daar af en toe een illegaal projectje uit zijn garage haalt. Nou jongens, ik denk dat ik deze niet nodig heb. Oké jongens, proost. Dank je. Ik had bekerhouders in het ding moeten maken. Oké, ik moet minder lullen en gewoon die motor aanjengelen. Oh, gas geven. Sjoggen. Oh, dat ging best soepel. Jongens! Oh, achterhoofd. Ja. Dat ging maar net goed. Dat ging goed. Zo jongens, ik heb even de motor uitgezet. Eventjes de rust in de haven tot mij nemen. Genieten. Precies dit moment heb ik gewoon maanden in de tuin door wind en regen voor liggen batteren. En nu zit ik er ineens op. En hij vaart gewoon lekker. Hij ligt maar zo diep in het water. Ik zie nog geen druppeltje water in de boot. Ik denk dat ik dit wel officieel een boot mag noemen. Test nummer 1. Topsnelheid. Een hele grote boot aan. Zo jongens, voor de topsnelheid test leg ik eventjes een beetje gewicht voorin, zodat de boot hopelijk nog iets platter staat en dan gaan we pijlsnel. Op dit moment zit ik te chillen op de Maas, dat is de rivier hier. Zomers is het hier altijd super druk en nu zit ik hier in mijn eentje op de duct tape boot. Ik heb hier een snelheidsmeter en dan gaan we eens de topsnelheid proberen te meten. Vol gas! Hier zie je mij mijn gewicht verplaatsen in de hoop voor een extra kilometertje op de teller erbij. Kilometer per uur. Jullie hebben gelijk, dat is niet heel snel, maar op dit ding voelt het wel snel. Ideetje, misschien gewoon een sterkere motor erop hangen. Wat nou als we hier gewoon een 10-20 pk ophangen? Dan vliegen we volgens mij. Een mooie remont trouwens op de achtergrond. Jongens, daar komt de popo.
Dat is de politieboot. Ik hoop dat dit legaal is. Oh jee, dat ding heeft flinke golven. Oh. Niks aan dat hier. Golven! Oh, oh. Nou, schijnbaar mag dit gewoon. Weten we dat ook weer? Kan ik in ieder geval de hele zomer door hierop. Aanmeren met de duct tape boot, appeltje eitje. Test nummer 2. De hoeveel mensen passen er in de boot? Test. Ik snap het ook even niet meer, jongens. In ieder geval, bij de 50.000 likes ga ik op dit ding 24 uur overleven. Inclusief slapen en eten, alle mikmak. Dus liken met die handel. En abonneren trouwens. Bijna de 700.000, dus hè? Oké, laat de eerste maar even komen. Ik ga lekker achterin. Wow. Kom er maar bij, jongen. Ja, ja, drie mensen gaat easy. Oké, jongens, Choro gaat voorin. Dat past makkelijk met twee mannen. Vier mensen zitten nu op dit moment op de boot. Twee zitten er binnen. What the fuck, oké, nu komt de vijfde. Yeah, vijf mensen. Oh, we hebben hier leeg. Hé, jongens. Hé, Elle, Elle. Och, hoe zit het achter? Arre, baba! Wauw, dat is je boel. Wat zit de boot was eerlijk gezegd niet gemaakt om te varen met 5 passagiers. Maar toch kan het. Ja, wacht, ik ben even aan het filmen. Jongens, de motor wil niet recht starten. We gooien even weer wat deo erbij, dan doet hij het wel weer. Hoi, okay. Jill. We zitten hier lekker binnen met z'n tweeën in het water. En je kan gewoon water echt chill door die raampjes hier zien. Genoeg plaats. Een lekker lichtje erbij, zodat we ook lichtje hebben. Volgens mij werd het daar een beetje intiem inderdaad. Ja, dit is de slaapcabine. Kijk eens, daar zijn al mensen die kijken echt van, wat vaart hier op dit moment? Vanuit daar vissen we zojuist, of ja, hun, vissen hier gewoon twee mooie fenders ook. Sta je bijna op een apparatuur van 1000. Vind je van de boot, jongen, hoe was het daar binnen? Het was fucking dik, man. Ik zeg je eerlijk, ik heb er best wel vaak aan meegeholpen en ik dacht ook van, hij gaat wel drijven, je kan er wel met twee man op, maar dat je er met vijf man gewoon zo soepel op kan varen, dat had ik ook mooi, niet hè? Verwacht. Echt dik. Ik heb scheid aan de drone, ik heb ook gewoon een statief, joh. Hey. 50.000 likes en dan doe ik de 24 uur survival challenge. Dus ga maar gauw liken. Hallo. En zo gingen de chillings op de boot nog wel even door. Het voelde aan de ene kant vaag, met 5 mensen in een rare creatie uit je tuin, maar het ging. Goedenavond mensen, het is avond. Ik zit nog steeds op de duct tape boot. Ik weet niet, ik vind het gewoon lachen. Gaat het jullie ook allemaal aan om een duct tape boot te bouwen? Het is echt nice. Kijk eens aan, dames en heren, het ziet er best spooky uit nu. Helemaal vergeten trouwens, check dit. Hoi! Dat is even een heel ander niveau. Deze duct tape boot, ik snap het ook even helemaal niet meer. Holy shit, joh. Kut. Nee, hier is het halen. Hoppa. Toevallig heb ik nog een lichtplaats over hier in de haven. Dus ik denk dat ik hem daar eventjes neerleg. Want ja, hij is toch 100% waterdicht. Dus let's go. Wees niet getreurd. Op deze duct tape boot en bouwvideo's gaan jullie er meer zien. Als jij nu even mij heel snel naar die 700k helpt, dan breid ik er een einde aan. Thank you.